Een hele goede avond en welkom bij mijn evening routine van de zomer 2017. Mijn avond begint meestal zo net voor het eten. Dan ja, ben ik eigenlijk altijd iets anders aan het doen. Nu was ik gewoon maar op mijn gsm aan het scrollen. En ja, ik verveel me eigenlijk een beetje. En dan rond 5, 6 uur roept mama of papa dat we gaan eten. En dan ga ik naar beneden. Want ja, dan heb ik meestal wel honger en echt zin in het eten. We aten vandaag kip met rijst en groentjes en appelmoes. En oh, het was echt super lekker. Ik vind dat het er zelfs ook al super lekker uitziet. En ja, dan eet ik gewoon rustig mijn eten op. Na het eten doe ik meestal ook altijd iets anders. Nu was ik mijn kamer aan het opruimen. Daar hebben jullie, alleen mijn bureau aan het opruimen eigenlijk. Daar hebben jullie ook een video van kunnen zien. Dus ja, zoals ik al zei, ik doe eigenlijk elke dag iets anders. Ja, verschilt gewoon van dag tot dag. En dan rond 8 uur of zo, dan ga ik naar de badkamer en dan poets ik mijn tanden. Was ik mijn gezicht en ja, maak ik mij eigenlijk zo gezegd al klaar om te gaan slapen, maar dan ga ik nog niet slapen. Ik doe ook mijn pyjama aan en zo. En als mijn pyjama zo dan aangedaan is, dan ga ik naar beneden en dan ga ik in mijn zetel zitten. En dan kijk ik meestal, ja, eigenlijk heel vaak op Netflix een film of een serie of zo. Of ik kijk op YouTube een paar filmpjes. En hier was ik nu de film Six Years aan het kijken op Netflix. En het was ja, een goede film. Dit doe ik dan eigenlijk hele avond tot ik moet gaan slapen. Nu, omdat het vakantie is, ga ik meestal wel wat later slapen. En ja, ik ben vandaag om 11 uur gaan slapen, omdat ik de volgende dag moest werken. Daarom had ik ook mijn wekker gezet, maar als ik ja, niet moet werken, dan zet ik mijn wekker niet. En dan was het mijn evening routine. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Als je het leuk vond, geef deze video dan zeker een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan zeker even. Ik zou het super leuk vinden. En zo blijf je ook op de hoogte van mijn nieuwste video's. Bedankt voor het kijken en tot snel. Dag!